Ruim 120 senioren burgers hebben gisteren van een gezellige dag genoten in Ocean Breeze de weg naar zee. Lions Club Paramaribo South heeft dit kunnen bewerkstelligen. Volgens de president van Lions Club South, Ruben Brille, krijgen senioren burgers speciale aandacht van de club. Hij zegt dat deze dag speciaal is georganiseerd voor de senioren, omdat de Lions iets terug wil doen voor de mensen die hard hebben gewerkt voor de gemeenschap. Wat doen wij vandaag? We hebben een leuke plek gesponsord gekregen, Ocean Breeze, hier dichtbij weg naar zee. En op deze buitenlocatie worden de mensen naartoe gebracht en dat doen we middels sponsoren, zoals Ashroof Busorganisatie. Er komen bussen, mensen van heinde en verre. Nou, er is ook gezorgd voor voeding, ja, dat is ook gesponsord, ja. De mensen komen allemaal van verschillende locaties. De seniorenburgers waren van de tehuizen Mayella, Margriet en Albertine, maar ook enkele individuele burgers. Ze zijn aangenaam bezig gehouden middels zang, dans, muziek en lekker eten.